Weet je wat ik vind bij acne? Je wordt er altijd zo heftig voor gestraft. Ja. Weet je, je hebt dan al pukkels. Mm-hmm. En dan niet de hele kleintjes. Het zijn vaak echt pukkels. Mm-hmm. Die je niet wegkrijgt. En daarna zit je ook nog met de littekens. Ja. Als dat inderdaad niet goed behandeld wordt. En je hebt behoorlijk veel acne gehad. En heel vaak vinden mensen ook lastig om er van af te blijven. Hè? En, goh. Dus dat geeft ook nog eens littekentjes. En, ja, en de acne zelf. Dat geeft toch vaak gewoon ook van die pukkeltjes. Of ja, hoe noem je dat? Van die deukjes. Ja, in de huid. Ja, ja. Je ziet het altijd, vind ik, als iemand acne vroeger heeft gehad. Is dat het een beetje grove poriën zijn. Ja. En dan van die kleine putjes. Putjes. Dat was het woord wat ik aan het zeggen. Ja. Net zo. Kleine putjes. Ja, het is echt gewoon zonde. Je kan een heel mooi gezicht hebben. Maar ja, dat is toch het eerste ook wat je ziet. Hè? De kwaliteit van je huid. Hè? Ja. Dus, ja. En het is ook vaak op de wangen. En die steken dan ook nog vaak naar voren. Dat je denkt, oh ja, dat valt wel op. Ja. De mensen zijn dan heel erg geneigd om te gaan peelen. Mm-hmm. Laser. Mm-hmm. Maar je kunt ook de gaatjes gewoon heel simpel opvullen. Ja. Met ook hyaluronzuur gebruiken dan. Ja. En daarmee alle diepere gaatjes zeg maar vul je dan op, heel subtiel. Want het is niet de bedoeling dat je echt contour gaat herstellen, dus of de huid echt opvult. Maar gewoon al die kleine putjes vul je dan een beetje op. Waardoor toch de diepte er minder of meer uitgaat, ja. En doe je dat dan in de huid of eronder? Je doet het volgens mij echt in de huid, ja, hè? Het is heel oppervlakkig. En daardoor heb je waarschijnlijk ook een beetje een huidverbeterend effect. Ja, ja. Kijk, hyaluronzuur hydrateert ook heel veel. Hè? Dus dat geeft ook sowieso al veel mooier glow van je huid. En je ziet ook vaak dat toch het eigen collageen en hyaluronzuur ook weer extra gestimuleerd wordt. Dus met de tijd zie je ook gewoon echt huidverbetering. En welke filler gebruik je ervoor? Want er zijn vaak verschillende diktes. Mm-hmm. Gebruik je de meest dunne? Of? Nee, een beetje ertussenin. Niet heel dik, ja. Maar zeker ook niet heel dun. Want we hebben het ook een tijdje geprobeerd met de skin boosters. Ja, dus, want dat was dus waar wilde ik eigenlijk naartoe. Hoe zit het met de skin boosters? Wordt het ook echt wel beter van. Maar heb je echt diepere littekentjes, dan is die huid zo stug verbindweefsel dat het echt lastig is met alleen maar de skin boosters dat te behandelen. Dus dan heb je net een wat steviger hyaluronzuur nodig ook om toch de diepte weg te halen. Ja. Maar mensen denken bij fillers altijd, oh, opvullen en veel en groot en volume. Nee, dat is niet de bedoeling. Hè? Dus het is echt littekentjes opvullen. En het is niet de bedoeling dat ik daarmee gewoon de gezicht... De contouren verander. Nee. Alleen maar puur dat littekentje. En hoeveel heb je daar ongeveer voor nodig? Dat vind ik lastig. Want de een zit het hele gezicht eronder. En de ander zijn het alleen maar de wangen bijvoorbeeld. Of alleen maar de kin. Dus het hangt echt wel heel erg van het te behandelen gebied af. Hoe diep de littekentjes zijn en hoe vaak ik het ook moet behandelen. Dat vind ik lastig te noemen. Is er een verschil tussen mannen en vrouwen? Nou, over het algemeen zie je bij mannen, want die hebben dan ook nog eens hun baard groeien. Mm-hmm. En dat daar ook ontstekingen ontstaan. Dus dat het wel wat, vaak de huid wel wat stugger is, wat lastiger is. Mm-hmm. Maar ook daarbij zie je gewoon echt wel mooie verbetering. Ja, hè? Ja. Dus het is, ik dacht dus, bij mij altijd vroeger in de klas, hadden de jongens er altijd meer last van dan de meiden. Dus ik denk dan, het is wel ook... Ja, ze hebben meer last van dat ze meer pukkeltjes hebben. Maar of ze er emotioneel meer last van hebben, is het vaak weer andersom. Hè? Dan hebben vrouwen, die hebben vaak meer behoefte om... Psychisch er veel meer last van. Zie je wat ik bedoel? Ja. Ja. En hoeveel wordt er ongeveer gebruikt? Qua hoeveelheid. Ja, qua hoeveelheid. Ja, dat vind ik dus lastig. Ja, het is lastig, hè? Ja, ja. Nou, over het algemeen, of tenminste gemiddeld genomen... Als we dan even over prijzen moeten praten, dan heb je vaak toch wel twee behandelingen nodig van ongeveer de kost van €500. Ja, en je doet het in twee behandelingen om te kijken hoe de huid reageert. Nou ja, en je wilt ook gewoon niet overcompenseren. Net als wat ik net al aangaf, je gaat geen contour herstellen. Het gaat echt om al die kleine putjes die je dan wil verbeteren. Dus ik vul dat op en dan kijk ik naar 2 tot 3 weken... Hoe dat eruit ziet. En dan ga ik weer opnieuw de diepte zeg maar, opnieuw opvullen. En wat ik altijd jij zegt dan veel prikjes, hè? Ja. Dan denk ik dus blauwe plekken. Ja,
Ja, moet je echt rekening mee houden, zeker. Dat is weer vergelijkbaar als met de skin booster. Daar lijkt dus deze behandeling echt op. Alleen met een stevige hyaluronzuur. Ja. Maar heel veel prikjes, ja. Pijn? Ja, nou ja, maar we verdoven het van tevoren met een zalf, Emla zalf, ja. Maar als je dat dus niet doet, dan is het gewoon irritant op een gegeven moment. Zoveel prikjes, ja, dat is niet fijn. Nee, dus je moet rekening houden met dus een paar dagen blauwe plekken. Ja. Niet sporten. Ja. Niet in de zon. Eerste dag niet sporten. Week geen zonnebank, zwembad, sauna. En mocht je veel in de zon, gewoon buiten zitten, zeg maar. Buiten kan het wel, maar gewoon goed beschermen. Sowieso de eerste week. En hoeveel plezier heb ik ervan? En heel hoe lang? Heel veel plezier. Ja, echt heel veel plezier. Het geeft zoveel verbeteringen. Mensen krijgen daardoor gewoon ook meer zelfvertrouwen. En dat stralen ze uit. Dus dat, ja, dat zie je ook echt aan ze. Ja, dankbare behandeling. Ja, ja. En doordat dus het echt bedoeld is om huid te herstellen, hè, dan is de volume is wel, dat is al verbeterd. Maar doordat je eigen collageen ook gestimuleerd wordt en hyaluronzuur, heb je vaak ook nog eens een langer termijn effect daarvan. Ja, dus mensen zijn er echt heel blij mee. Maar, oh, ja. Pigment is wel even een ander dingetje. Ja, dus die en ook die plekjes? Ja, want sommige mensen hebben dus niet alleen maar putjes door ja, als ik ergens aan zit, dan wordt het gelijk rood littekentje. En als ik ermee in de zon zit, dan krijg ik een vlekje. Precies. En als je meer pigment hebt van jezelf, krijg je vaak veel meer pigmentatie nog eens erbij. En dat is natuurlijk wel echt weer een ander probleem. Ja. Ja, dus dat gaat niet weg, maar de rest wel. Ja. Nou, zijn we al een heel eind.